Over de Afrika Cup heb jij al veel gezegd. Ik zal daar niet te lang nog weer op doorgaan. Wij hebben er nog niet over gesproken. Maar misschien juist omdat er nu heel iets langer overheen is gegaan. Kijk je er nu anders op terug dan toen je net terugkwam? Ja, zeker. Het is een beetje door me heen gegaan, zeg maar. Ik heb er goed over kunnen nadenken. Ik ben hier weer begonnen. Dus weer afleiding, zeg maar, op dat moment. Maar het blijft teleurstellend. Het blijft iets wat ik en wat wij niet hadden verwacht. Maar ja, je moet door. Dat is leven, dat is voetbal ook. Dus ik denk dat ik nu wel een bepaald plekje heb kunnen geven. Maar ik heb ook een bepaald gevoel van dat ik dat snel weer goed wil maken, zeg maar. En in maart, hopelijk, is daar een mooie kans voor. Je zegt, die teleurstelling blijft. In jouw geval is dat misschien ook wel tweeledig. Uiteraard de, nou, ik denk toch wel verrassende snelle uitschakeling. Maar voor jou persoonlijk natuurlijk ook nog dat je 2 wedstrijden hebt moeten laten schieten. Waarin zit de teleurstelling wat jou betreft het meest? Ja, in eerste instantie de meeste teleurstelling is gewoon dat we niet bereikt hebben als groep wat we wouden bereiken. Want ik denk als we doorkomen in de groep, dan hadden er meerdere wedstrijden nog geweest. En dat was nu helaas niet het geval, zeg maar. Dus ik denk, hoe verder we gekomen waren, zeg maar, daar had ik misschien niet eens meer gedacht aan die eerste 2 wedstrijden. Maar nu was het gewoon samenkomend heel teleurstellend. Je hebt natuurlijk meer interlands al achter de rug bij Algerije, ook waarin jij je echt wel hebt laten gelden. Maar dit is natuurlijk nog weer van een andere orde, zo'n toernooi. Want hoe keek je daar voorafgaand? Leefde je daar naartoe, zeg maar? Ja, daar ben je al periodes daarvoor, zeg maar, onbewust al mee bezig. Je leeft er naartoe, je traint er naartoe. Het moment dat je daar dan heen gaat, ja, eerst heb je een bepaalde voorbereiding, zeg maar. Wij waren dan in Qatar. En dan leeft dat, zeg maar, steeds meer naar het toernooi toe. En ja, voor mij persoonlijk ging het, zeg maar, mis toen we in Cameroen aankwamen. En dan is dat gewoon een bepaalde klap, maar ja. De blessure doe je dan op, ja. Heb je eigenlijk nog verder gekeken naar het vervolg van het toernooi, toen jullie eruit lagen? Ja, ik had me voorgenomen om niet meer veel te gaan kijken, maar door de week is niet zoveel op tv, dus ja, dan kom je er vanzelf wel weer op. Maar, je kon het toch niet helemaal laten? Nee, zeker. Nou, als laatste hier dan over, dan gaan we nog heel even kort. Je zei van, omdat het nu iets langer geleden is, ik heb het wel op een bepaalde manier een plekje kunnen geven. Wat kan je er dan misschien ook wel uit meenemen? Of is dat helemaal niet aan de orde? Nee, tuurlijk. Ik heb ook weer nieuwe dingen gezien, nieuwe dingen geleerd. Dus dat neem ik ook weer mee in mijn carrière. En ook voor... Kun je dat toelichten met voorbeelden bijvoorbeeld? Ja, zeg maar de temperaturen waarmee je daar voetbalt, de velden, alle omstandigheden eromheen. Ja, die zijn gewoon anders. Dus dat is goed om mee te maken. Ik had het al wel meegemaakt, zeg maar, in kwalificatiewedstrijden, in uitwedstrijden dan. Maar dit was dan wel weer een stapje verder, zeg maar. Dus daar leer je van. En ik denk dat ook goed is voor je als persoonlijke ontwikkeling. Die weersomstandigheden zijn zeker anders, zeggen we hier in de snijdende kou. Ja. Wat wel erg grappig was, nou ja, niet leuk natuurlijk voor jou, die uitschakeling. Maar toen zei de trainer al tegen ons, dat weekend, Willem 2 was dat geloof ik. Ja, als hij op tijd terug is, dan zit hij gewoon bij de selectie. Ik heb hem al aan de telefoon gehad en hij zei, trainer, wat denkt u van zaterdag? Ja. Hoe kon jij die knop zo snel omzetten? Nou, zeg maar, dat was niet meteen na de wedstrijd. Nee. Op een gegeven moment, ja, ik kreeg een berichtje natuurlijk van de meesten hier ook van, ja, leefde met me mee, zeg maar. Gaf me motivatie om gewoon weer snel door te gaan. En toen heb ik ook met de trainer gesproken en ja, vroeg ik hem ook van, ja, ik dacht zaterdag is een wedstrijd. Ik heb lang genoeg ook niet niks gedaan, maar zeg maar geen wedstrijd, 1 wedstrijd maar gespeeld. Dus ik dacht, ja, als ik me goed voel en ik ben op tijd terug, dan snelle afleiding en een goed gevoel weer meenemen, zeg maar. En ja, ik voelde me goed. Ik had daar niet mee getraind, want dat kon niet zo vroeg als ik niet terug. Nee. Maar ja, ik ben hierheen gegaan op de wedstrijddag, zeg maar. Meegegaan naar Tilburg en had nog een minuut gelukkig gemaakt. Dus ja. Dat was weer een positieve... Jij hielp dat een beetje in het verwerkingsproces? Ja, zeker. Yeah. Dan ben je weer hier, zeg maar, andere omgeving. Ja, je wint, je valt in, zeg maar. En je gaat weer in die mood mee met het team. Dus dat was wel heel fijn. Ja, dat is logisch. En dat ik je toen niet in de basis kon staan. Maar uiteraard die week daarop, toen je weer gewoon de hele week vooraf van de volgende wedstrijd erbij zat, heb je ook meteen je plek wel terug. Je was natuurlijk ook niet heel lang weg. Maar wat zegt dat over hoe ver jij bent gekomen hier? Over de status die je hebt verworven? Dat je eigenlijk gewoon wel meteen weer zeker bent van je plek. Ja, Ja, ik moet sowieso daarvoor vechten natuurlijk. Het is niet dat, ja, iedereen moet zich telkens weer laten zien. Maar natuurlijk is dat wel, je voelt je gewaardeerd en dat gevoel heb ik hier altijd, zeg maar. En ja, dat gevoel probeer ik ook weer terug te geven, zeg maar, door me positief op het veld te laten zien. Dus ja, dat is gewoon een beter gevoel kan je niet hebben bij een club, zeg maar. Nee, ja, ik bedoel misschien ook meer dat het eigenlijk ook, denk ik, voor de meesten ook een soort van logisch is. Van ja, zo gauw hij weer terug is, dan staat hij er ook weer. Dat zegt wel iets over jouw plek in het team. Mm-hmm. Ja, ik ben er blij mee dat zo wordt opgevat, zeg maar, dat de meesten daar zo over denken. Dus ja, het is aan mij om dat gevoel zo te houden. Wat jou betreft ook terecht dat op dit moment, dat jij, nou ja, een vaste waarde hoort te zijn in de basis? Ja, tuurlijk. Iedereen heeft wel eigen mening. Maar ja, ik vind dat ik op dit moment wel laat zien dat ik er gewoon in hoor. Ja. Maart, zei je. Dan staat er weer een Interland op het programma? Ja, okay. Een hele belangrijke. Welke? Uit en thuis tegen Cameroen en de winnaar gaat naar het WK. Okay. Dus, je weet al, weet je, ja, die selectie moet nog bekendgemaakt worden, maar je houdt natuurlijk een beetje contacten. Daar zit je dan in principe toch, neem ik aan, gewoon bij, omdat je er altijd de laatste tijd bij zit. Ja, dat is sowieso aan de trainer daar, zeg maar, is moeilijk voor mij om te zeggen. Als ik goed presteer hier en me laat zien, dan hoop ik daarbij te zijn. Ja. Misschien tot slot dan. Je noemde al dat die wedstrijd hier meteen na de uitslag tegen Willem 2 een beetje, ja, toch heeft geholpen in die verwerking. Zou dat het dan helemaal een beetje qua gevoel om dat af te wikkelen, het afmaken, als je daar die twee wedstrijden weer kan spelen en misschien wel belangrijk kunt zijn? Ja, zeker 100%. Kijk, een Afrika Cup is een groot toernooi, is prachtig, maar iedereen weet dat het WK het mooiste is wat er is, zeg maar. Ja. Dus we zullen het niet vergeten, zeg maar, wat er is gebeurd, maar het zal wel een heleboel goed maken.